Jezus, lijkt wel lijk ook, joh. Dit is dus echt het allerchillste ontbijt vind ik ever. Space-achtige people die daar alleen maar drugs aan het gebruiken waren. I don't know, heel weird. Ik weet niet, ik word daar helemaal paranoia van. Good morning en welkom bij een nieuwe fit. Oké, ik ga dus vandaag voor jullie een morningroutine opnemen. Omdat ik echt de afgelopen 2 uur heb gespendeerd aan het bedenken wat voor video ik ga maken deze week. En het is uitgekomen op een morningroutine. Ik dacht, het is best wel geinig om een keer zoiets te doen. Ja, wat moet ik nu precies vertellen? Laat me even nadenken. Jezus, lijkt wel lijk ook, joh. Mijn goede. Nou jongens, voor de mensen die denken dat ik zelf bruiner gebruik, this is the real me. Not so brown, no. Nou, morningroutine is dus dat but mij wakker stalkt met speeltjes continu die hij niet mocht pakken, want dat was mijne. Oh, wat is dit een leuke video zeg. Gaaf. Ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe ik normaal gesproken eigenlijk mijn ochtenden opstart en wat ik letterlijk doe vanaf het moment dat ik wakker word. Ik moet zeggen dat ik vannacht echt om 6:30 al wakker lag en dat ik toen echt tot 7:30 niet meer heb kunnen slapen. Het is nu volgens mij 10:55. Ben ik eigenlijk alleen maar een beetje bezig geweest met op zoek te gaan naar nieuwe formatjes voor YouTube en een beetje mijn Instagram bijgehouden, direct messages beantwoord. Dus dat is eigenlijk meestal sowieso het eerste wat ik doe als ik wakker word. Moet ik zeggen dat ik normaal dus niet fucking 2 uur in mijn bed blijf liggen, maar ik ben niet echt vooruit branden vandaag. Al mijn afspraken zijn gecanceld, dus ik zit een beetje met mezelf in de knoop wat ik überhaupt ga doen. Oké, Bud heeft vannacht bij mij in bed geslapen. Normaal slaapt hij altijd in de bench. Ja, ik was een beetje dronken gisteravond, dus toen dacht ik, nou kom maar gezellig bij mij in bed liggen. Wat ik dus nu alleen nog eventjes ga doen voordat ik mijn bed echt uitga, is eventjes een Instagram foto bewerken, want normaal plaats ik altijd om 10:00 ochtends, maar ja, die deadline heb ik gemist. Dus ik denk dat ik vanmiddag om 4:00 een fotootje ga plaatsen. Maar dan zet ik hem meestal alvast klaar. En dan zet ik mijn wekker voor als ik met mensen ben of wat aan het doen ben of wat dan ook. Dat ik hem gewoon gelijk kan plaatsen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik ga even lekker voedsel voor mezelf maken. Heerlijk. Heerlijk jongens. Heerlijk. Zo lekker de dag beginnen. Daar gaan we dan. Het leven tegemoet vandaag. Nou, dit is ook me, gewoon nooit afwassen, maar set. Welkom bij een nieuwe video. Oké, ik heb maar even een badjasje aangetrokken, want het was toch a little bit cold. Maar ik ga eventjes beginnen met mijn ontbijt te maken. En ik maak eigenlijk elke ochtend een smoothie bowl. En dan begin ik met bevroren blauwe bes. Bevroren framboise. 2 bananas. En dan heb ik altijd een soort van Turks-achtige yoghurt. Volgens mij is het gewoon Turks yoghurt. Even checken. Deze yoghurt. Dan pleuren we ook nog wat havermout bij. En dat ziet er dan als volgt uit. Het zijn dus 2 bananen, 2 grote eetlepels yoghurt. Meestal gewoon een beetje die bevroren frambozen en bevroren blauwe bessen een beetje verdelen naar smaak. En dan havermout on top. Dit is dus echt het allerchillste ontbijt vind ik ever. En dat is helemaal omdat ik zelf brood niet heel erg goed kan handelen. Het verschilt bij mij heel erg per dag. Soms zijn er echt dagen dat ik echt mega opgeblazen gevoel ervan krijg. Dus ik ga nu eventjes lekker mijn bol eten en even een beetje tv kijken. Heerlijk. Oké, ik heb net even contact gehad met mijn vader en die is om 4:30 klaar met werken. Dus hij komt om 4:00 naar mij toe en dan gaan we samen de trap verven. Want ik heb namelijk een heel episch huis met een soort toren eraan vast. Als je daar het hoekje om gaat, dan heb je nog een trap en dan kom je dus hier in die toren uit. Maar die trap is dus helemaal oranje en die wil ik roze gaan verven. Want de vorige bewoners waren een soort van space-achtige people die daar alleen maar drugs aan het gebruiken waren. I don't know, heel weird. Ik ga me nu eventjes opmaken en aankleden. Dan ga ik eventjes kijken hoe ver ik kom met editen van deze video. Dan ga ik verf halen en dan ga ik dus met mijn vader lekker aan de slag. Toppie! Ik denk dat ik vandaag gewoon een lekker simpel trainingspakje aandoe eigenlijk. Daar heb ik wel zin in. Ik heb nu echt een heel chill villa pakje ontvangen. Outfitje vandaag wordt dus dit villa vest. Heel cool. Ik vind het heel erg leuk dat hij van die dingetjes, van die soort van streepjes aan de onderkant heeft als elastiek. Ik draag trouwens allebei de broek en jasje in een maat medium. Daaronder doe ik nog een t-shirtje. Even kijken. Ik heb echt een hele leuke van een weekday ook gekregen. Daar staat op sensitive as fuck. En that's totally me.
Ik moet zeggen, normaal gaat het niet zo snel hoor. Maar ik dacht nu gewoon, ik wil gewoon vandaag lekker iets chills aan. Dus dan doen we dat gewoon. En ik had dit pak echt nog maar één keer gedragen. Dus ik dacht, en het beviel me wel goed. Ik dacht, die gaan we vandaag weer lekker erbij pakken. Oké, dit is dat villa pakkie. Even een beetje droog shampoo erin gedaan. Dit laat ik meestal gewoon eventjes intrekken. Dan ga ik me nu even opmaken. En dan als ik klaar ben met opmaken, dan borstel ik het er weer uit. Ik gebruik trouwens altijd gewoon die droog shampoos van Baptiste. Ik ga me nu eventjes opmaken. En ik ga jullie een andere keer eventjes mijn hele make-up routine laten zien. Want dat wordt een beetje te lang anders allemaal voor deze video. Dus jongens, 3, 2, 1. Oké, top. Ik kom er dus net achter dat letterlijk al mijn make-up nog bij Roman ligt. Dus ik kan me niet opmaken vandaag. Dus het wordt lekker make-uploos door het leven. Wat in principe prima is. Ik heb even een crèmetje opgedaan. Helemaal top. En ik doe nu eventjes mijn favoriete geurtje van Marc Jacobs op. Dat is de Marc Jacobs Daisy Dream. En dan de Sunshine. Hoppa, heerlijk. Deo'tje erbij. Oké, even mijn haren uitborstelen nog. En dan ga ik eventjes mijn bed opmaken. Want ik kan er dus niet tegen als ik soort van mijn dag ga beginnen en mijn bed is onopgemaakt. Ik weet niet, ik word daar helemaal paranoia van. Dat is voor mij dus echt een dingetje. Mijn bed moet altijd opgemaakt zijn. Maakt niet uit, ook al ligt er nog zoveel tering zo op. Mijn bed moet gewoon strak liggen. Tada! Oké, ik ga nu eventjes Bud uitlaten. Ja, dan ga ik eigenlijk gewoon gelijk beginnen met editen. En daarna ga ik beginnen met een makeover van mijn torenkamertje. Dus daar ben ik wel heel erg excited over. Kijk, super thanks voor het kijken. Dit is een heel ander soort video dan wat ik normaal maak. Dus ik hoop echt dat jullie het een beetje leuk vinden. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram. Is Iris Amber. Doe eventjes een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En eventjes op het notificatiebelletje te drukken. Als je op de hoogte wil blijven van de laatste video's die ik plaats. Nice. Thanks for watching. Yes. Thanks for watching. Bye bye.